Tim van Gulik, hij is binnen. Eindelijk. Heerlijk. Jaren voor geknokt, getraind, hard gewerkt, verschillende clubs gehad. Mooie prijzen gewonnen, maar dan nooit de landstitel. En die hebben we nu. Voelt het? Ja, geweldig. Dit is eigenlijk de enige prijs die ik nog wilde winnen in mijn carrière. En dat is gelukt. Dus voor mij is het nu over. Hoe lastig is het om, als je kampioen moet worden, iedereen verwacht het van je, het dan wel even te doen? Ja, de druk is hoog, maar dat willen we eigenlijk wel graag. We hebben allemaal egootjes en Ron heeft allemaal egootjes, allemaal beste spelers gehaald, bij elkaar gelegd. En als dat met elkaar gaat werken, dan is die druk niet erg, want we zijn gemiddeld denk 29, 30 jaar. Zijn we wat gewend. En hoe meer druk, hoe beter we speelden eigenlijk. Hoe komt het dat het juist in die play-offs er zo uitkomt? Ik denk door de tactieken met Demanje die we continu herhalend hebben geoefend. Continu, elke keer dezelfde training, elke keer hetzelfde. Het werd een beetje saai op een gegeven moment, maar ja, ik denk dat je daarmee landskampioen wordt en de beker wint. En nu feest. En nu feest, ja. Eindelijk kan het biertje gedronken worden. Het is je laatste, hè? Ja, ik weet nog niet 100% zeker, maar ik denk dat dit een mooi eind is van mijn carrière. In ieder geval stop je bij AZC. Ja, dat is niet helemaal zeker, want ze willen me hier graag als in de staf, als assistenttrainer en dergelijke hebben. Eigenlijk het liefst ook nog als speler. Daar moet nog over onderhandeld worden, maar ik denk dat dit wel de laatste wedstrijd is geweest voor mij. Ja, op een mooie hoogtepunt kan je niet stoppen, hè? Vind ik ook. Net Dirk uit, hè?